Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat. Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat. Ja, waarschijnlijk heb je deze monsterhit wel meegezongen tijdens Koningsdag. Kan ook niet anders, want iedereen heeft het erover. Engelbewaarder. Maar de zanger, ja, die is nog best wel onbekend. Tot nu, want ik mag hem spreken hier in een pittoresk dorpje in Drenthe. Ja, dat, dat, dat. Marco, ja, het grote publiek kent jou misschien nog niet helemaal, dus wij zaten te twijfelen om je te feliciteren. Met bloemen of bier? Nou, wat zou ik doen? Nou? Bier. Ja, biertje. Ja, heel goed. Ja, want we moeten hier alsjeblieft, die is voor jou. Nou, deze hebben we niet meer. Kan jij eens even vertellen wat er gebeurd is in de afgelopen maanden? Want jij hebt een hit geschreven en gezongen. Nou, geschreven niet helemaal, maar gezongen. En die is in één keer helemaal geëxplodeerd. Ja, ik heb daar heel lang over nagedacht waar dat dan misschien aan ligt. Maar ja, de afgelopen maanden, dat gaat. Ik had er natuurlijk wel een voorstelling van. Ik denk, nou, dat komt stapsgewijs. Maar het is er in één keer. En ja, ik kan niet anders zijn als trots. En ja, ik hou alles in de gaten. En ja, ik vind het mega leuk wat er allemaal gebeurt. Ook op social media. Wat mensen allemaal van het liedje vinden. Ja, onwijs leuk. Je klinkt nu een beetje als een voetballer. Maar je hebt in één keer miljoenen streams. Miljoenen views op YouTube. Kan je nog wel een beetje normaal over straat? Ja, tuurlijk. Ik vind het, je wordt wel veel aangesproken en mensen die een praatje met je willen maken, maar vind ik alleen maar leuk. En ja, ik ben ook niet anders als iemand anders, dus ja, dat het mij is overkomen is echt fantastisch. Maar ik vind het superleuk om dat met de mensen te delen. Ik weet nu ook dat zo'n engel bewaarder op je neemt. 200.000 streams, daar heb ik toen een filmpje van geplaatst. Ja, daar was ik al ongelooflijk blij mee. En ja, wat er dan de afgelopen tijd is gebeurd, ja, dat gaat dan zo snel. En hij is nou nummer 1 in streaming, ja, in Nederland voor de tweede week. Dus hij doet nou ongeveer 1,5 miljoen streams per week. Die hit die is geschreven door Pierre Cartner. Die kennen we natuurlijk allemaal van het Smurflied, maar jij kent hem van de Engelbewaarder. Hoe is dat gegaan? Ja, ik kom uit een gezin die van Nederlandstalige muziek houdt. Dus ik ben opgegroeid met deze muziek. En ik kende dit liedje dus al van vroeger. Ja. Maar vorig jaar was ik in een vakantiehuisje met mijn vriendin. En hadden wij oude platen meegenomen. En daar zat dus dit liedje bij van Pierre Cartner. En ik kende dat natuurlijk al. En ik ging goed naar die tekst luisteren en ik dacht van, hier kan ik wat mee. Dus dat heb ik gewoon op mijn telefoon heb ik dat ingezongen. En met dat idee ben ik naar de studio gegaan en daar kwam dit liedje uit. En je vriendin die zei niet bij de eerste keer van, joh, wat ben jij nou allemaal aan het doen? Ja. Heb je te veel barcootjes op? Ja. Nee, mijn vriendin die houdt van Nederlandstalige muziek. En ja, die vond het ook een goed idee. Ik weet nu dat er een engelbewaarder Ik zag onder andere ook op social media dat je bij Volendam op het veld stond te zingen en dat het hele stadion meedeed. Bij de uitreiking van PSV, bij de bekerwinst, stond je ook mee te lallen. En Joey Veerman is groot fan, heb ik het idee. Voor welke voetbalclub gaat jouw hart sneller kloppen? Nou, ik ben niet, wat dat betreft niet heel partijdig. Oh, ja. Maar ja, weet je, ik heb bij Volendam gestaan. En als al die mensen dan meezingen, ja, dat is onwijs leuk. En ja, daar krijg je gewoon echt kippenvel van. Heb je nog dromen? Heb je nog iets van, ik zou bijvoorbeeld bij de toppers willen staan? Nou, dat zou me hartstikke leuk lijken. Ja, tuurlijk. Gezellige jongens en leuk om dat misschien een keer te doen. Open sollicitatie dit, hoor ik. Ja, absoluut, absoluut. Ik hou me aanbevolen. Zullen we even een stukje zingen trouwens? Want ik ben nu wel benieuwd hoe dat klinkt in het echt. Nou, ik ben benieuwd hoe je kan zingen. Ja, laten we het doen. Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat. Je kunt haar niet zien. Als ze zachtjes tegen je praat. Ik weet nu ook dat zo'n engelbewaarder op je let. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door gered. Nou, kijk aan!